Dus voor kandidaat te worden voor beste café van Nino of Vlaanderen, moet je eigenlijk zelf geen kandidatuur indienen. De klanten kunnen dat zelf eigenlijk aangeven. Kijk, het café waar dat wij op willen stemmen staat nog niet in de lijst. Kunnen wij dat toevoegen? En dan wordt dat er meestal direct de avond zelf nog bijgezet. Brecht Slos, proficiat. Dankjewel. Ja. Ik neem aan dat je beschikt over een grote schare trouw, maar vooral ook tevreden klanten. Ja, zeker en vast. We hebben klanten in alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud. En we hebben toch een heel loyaal publiek kunnen opbouwen op deze 2 jaar dat we nu open zijn. Ja, op korte tijd inderdaad. Ja, zeker en vast. Maar ik ben natuurlijk al 7 jaar bezig in de horeca. Ik heb ook 5 jaar in de Nieuwe Klok gewerkt op de Graanmarkt. En dan was het tijd voor mijn eigen ding te doen, mijn eigen zaak uit te bouwen. Jente en Anne, jullie zijn 2 trouwe klanten van Prohibition. Hebben jullie ook gestemd? Ik heb ook gestemd, ja. Zeker, zeker, uiteraard. En zeg eens, waarom is Prohibition het beste café van Ninoven voor jullie? Het is niet alleen het gezelligste café om in te zetten, maar het is ook ja, Brecht die eigenlijk altijd contact met ons opzoekt. En ja, het is eigenlijk het beste café van Ninoven. Je zit hier ook altijd op je gemak, rustig. Je kunt hier lekker kikkeren, je kunt lekker poelen. Het is hier altijd wel iets te doen. Iedereen die je kent, je kent altijd wel iemand. Het is eigenlijk een ontmoetingsplaats. Ja, er is altijd wel iemand dat iemand kent. Dus allez, altijd vrienden om daarheen, van lachen. Ja. Een beetje van grootouders, ouders en dan de kleinzoon. Ja, mijn grootmoeder had vroeger Café de Klok in Aspelaren. Mijn mama heeft dan 15 jaar horeca ook gedaan. 9 jaar het theatercafé in Ninoven en 5 jaar de Nieuwe Klok. En nu hier Prohibition bij mezelf. Het is dus een passie, neem ik aan. Want je moet geen caféhouder worden om slapend rijk te worden. Hè? Nee, zeker niet. Het is iets wat je echt met je volle overtuiging moet doen. Met een enorme passie voor het vak ook. Want ja, het zijn lange uren. Het zijn mooie momenten. Het zijn minder mooie momenten. Het is een prachtige stijl eigenlijk om te doen. Griet, jij komt ook regelmatig naar Prohibition. Zeg eens, wat is hier zo leuk aan? Het is hier aangenaam. Ik heb hier alle leeftijden zijn hier. Brecht is heel aangenaam. Ook zijn mama Micheline. Vroeger hadden zij de klok op de markt. Ik kwam daar al. Dat zijn aangename mensen. Ja. Dus, of dat hij hier nu 10 keer of 1 keer komt. Brecht is altijd content. Altijd vriendelijk als je nu ziet. Allee, ja, zo is dat moet zijn. Hè. En allemaal die jonge mensen die zien dat niet. Dat jij wat al, allee, die zien dat wel dat je wat ouder bent. Maar die maken daar niks van. Hè. Allee, ik vind dat wel. Ik vind het hier gezellig. En ik zit hier op mijn gemak. Ja. Prohibition is een zaak, zoals er in Ninoven blijkbaar toch heel wat zijn. Aangename plekken om iets te komen eten of drinken. Of, ja, zeker en vast. Ik vind Ninoven heeft een heel, heel sterk gamma horeca. Als je ziet, we hebben voor ieder wat wils. We hebben de mooie zaken op de markt. We hebben de jeugdcafés. We hebben de rockcafés. We hebben de cocktailbars. We hebben ginzaken. We hebben eigenlijk alles wat dat een dorp of een stad zou moeten hebben. En ik denk dat je op weinig plaatsen zoveel mooie horecazaken tegenkomt. Dus binnenkort 2 jaar besta je dan. Ja. En met die verkiezing zal er waarschijnlijk toch een feestje volgen. Zeker en vast. Op 26 december, de woensdag, nodig je al onze klanten uit om een hapje en een drankje te benutten op ons 2-jarig bestaan. Je mag er alleen toe komen ook en gaat altijd iemand tegenkomen. Behalve op maandagavond, dan is het dicht. Ja, dan hebben we niks te doen. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.